Daar is die eindelijk, mijn opgemaakt video. Ik heb er veel vragen over gekregen waar mijn opgemaakt video's bleven. Wij hebben ons huis verkocht inmiddels en dat heeft heel kort te koop gestaan, maar daardoor moest het wel helemaal aan kant. Zo min mogelijk spullen in huis. Dus in die periode heb ik gewoon al mijn opgemaakt spullen die in dit krat zaten en hij was echt pommetje vol. Heb ik gewoon in één keer weggekieperd. Ik denk, dat komt alweer een keer. Het is nu eind april. Ik heb hier spullen vanaf half maart ongeveer tot nu. Die op zijn inmiddels. Hierna weet ik niet hoe lang ik er weer over doe om een nieuwe online te zetten. Want nou ja, we moeten binnen nu en ongeveer een maand wel gaan verhuizen. Dus hangt een beetje ervan af of ik het door blijf sparen en het even meeneem naar het nieuwe huis. Maar wanneer ik daar tijd heb om weer een setup te maken om te filmen, dat is even afwachten. Maar voor nu heb ik een opgemaakt video. Ik ga gewoon beginnen. Dit is een shampoo van Beauty Kitchen. Een organic vegan aloe shampoo. Er hoort een pompje op te zitten, maar die was eigenlijk al meteen defect. Hij deed het niet, dus ik heb hem er gewoon afgedraaid en we hebben hem even gewoon zo gebruikt. Ruikt nergens naar, is gewoon geurvrij. Zonder rare toegevoegde spullen, zeg maar, ingrediënten. Was prima. Het was wel zo, maar dat is eigenlijk het nadeel van shampoos, waar wel al dat soort toegevoegingen aan toe zijn gevoegd. Dan voelt je haar wel zachter. Wil niet zeggen dat dat beter is, want juist als je haar was en het voelt stroef aan, is het eigenlijk het beste. En dat was met deze wel het geval. Maar ja, ik heb toch altijd de neiging dat ik gewoon wil dat het zacht aanvoelt. Maar ja, dat is misschien ook gewenning. Dat zou heel goed kunnen. André Lon Perfecte Krul Shampoo. Ik heb met een André Lon aanbieding gewoon een aantal soorten ingeslagen. Fenna heeft van zichzelf best wel wat krul in de haar. En dat is best wel droog ook. Maar ja, ik heb deze ook gewoon gebruikt. En ik heb alles behalve krullen. Dus maakt op zich niet zoveel uit. En deze rook wel heel erg lekker. Heb ik nog een shampoo? Ja, een shampoo. Oh, en conditioner van ProWin. ProWin Hair voor gekleurd haar. Deze heb ik volgens mij een keer bij een bestelling die ik toen ik nog consulente was eraan toegevoegd. Werkte prima. Het enige nadeel van dat is best wel een stevige harde plastic verpakking. En op een gegeven moment was het best wel hard knijpen om er nog wat uit te krijgen. Maar ze zijn inmiddels op en deden prima hun werk. Een shower gel van Planet Organica. Planeta Organica Skin Super Good Natural Shower Gel. Deze rook naar Passion Fruit en Peppermint. En kijk, die verpakking, daar word je vrolijk van. Natuurlijk product, ook voor vegan gebruikers of mensen die graag vegan producten willen. Dit is voor mij een vrij nieuw merk. Ik heb ze voor mijn blog opgestuurd gekregen. Volgens mij vier soorten in totaal. Er staat er nu nog één in de badkamer, een groene. Amy vindt hem naar gras ruiken. Ik vind hem eigenlijk best wel heel erg lekker. Dit was echt een fruitige variant. En volgens mij zijn deze gewoon bij het kruidvat te verkrijgen. En je doet er lang mee met zo'n pompje, want je gebruikt niet snel te veel. Even kijken. Een handzeep van Balea. De kokosmilk en lotus. Nou ja, het is jammer dat we nu dus niet naar Duitsland kunnen. Niet dat we dat nu in Stantepé hadden gedaan. Maar Andries moest van de week met de meiden echt naar de grens van Duitsland om vloeren te halen voor het nieuwe huis. Als er nou geen belemmeringen waren en de pandemie en noem het allemaal maar op, dan had hij dus even naar de DM-drogist gekund om in te slaan. Want ik moet zeggen, mijn voorraadje Balea-producten is aardig aan het slinken. Dus zodra alles weer veilig is en wellicht in de zomervakantie dat we zeggen, nou, we gaan niet echt op vakantie, maar we gaan wel een dagje op en neer. Ik weet het niet, want ik ben gewoon gek op Balea. En dat zal ook wel blijken, want er zit nog meer in. Een deo van Dove, Floral Touch. Eigenlijk vind ik Dove nog steeds wel een van de lekkerste deo's. Amy en Fenna ook, dus ook dit sla ik altijd weer in met aanbiedingen. Ik betaal eigenlijk nooit voor zowel deo's als onze vaste Garnier micellair reiniging die we voor het oogmake-up gebruiken, betaal ik eigenlijk nooit de volle prijs. Want er zijn zo vaak aanbiedingen bij drogisterijen dat ik daar gewoon op wacht. Zoals deze heb ik nu ook weer 1 plus 1 gratis gisteren ingeslagen. En Dove Deo, nou ja, die gebruiken we hier heel erg veel. Eens even zien. Oh ja, een scrub deep cleansing exfoliator van Caudalie. Is nog niet leeg, maar omdat ik nu af en toe spullen aan het inpakken ben die alvast naar het nieuwe huis kunnen, kom je ook wel eens wat tegen. En deze lag achter een mandje in de badkamer en ik rook eraan en denk, niet meer zo best. Dus
Nou ja, helaas, maar die heb ik dus voor weggooien apart gehouden. Douchegels. Daar heb ik er 3. Ik heb er natuurlijk net al 1 laten zien. En ik heb er hier ook nog 4. 3 Balea. Uiteraard. Deze 3. Alle 3 erg fruitig, fris. Op een puffspons schuimen ze eigenlijk ook prima. Als je gewoon wat op een zo'n puffspons doet en dan gaat inmasseren, schuimt het lekker. En ze zijn natuurlijk ontzettend goedkoop. Dit is er eentje ook uit Duitsland. My Little Body. Pure and Basic. Vond ik voor Thomas heel erg leuk. Deze is volgens mij van een supermarkt daar. Die heb ik volgens mij vorig jaar zomer gekocht. Ook een aantal. Volgens mij was die ook 55 cent. Ja, ik heb er niet heel erg veel meer op voorraad. Dus ik hoop dat er een alternatief te vinden is. Of dus gewoon een keertje naar Duitsland als het weer mag. Een reinigingsmelk van Balea. Vital Pflegende Reinigingsmelk voor de rijve hout. Er zit nog een heel klein beetje in. Maar volgens mij rookt hij niet meer zo lekker. Volgens mij is deze te lang gebruikt en daarna een hele tijd niet. En ja, dan zit er te veel zuurstof in het product. Dus dat laatste restje, dat gooi je maar weg. Maar ik gebruik ook niet zo heel veel reinigingsmelk. Misschien dat het daar ook wel door komt. Maar voor de rest vind ik deze lijn wel heel erg lekker van Balea. Heb ik ook nog een Balea schuim, scheerschuim. Gaat ook best wel rap hier altijd, maar hier doe je echt heel erg lang mee. En deze ruikt, of rook, heel erg lekker naar besjes. Erg prettig product en ook wederom niet zo duur. Dan heb ik een cleansing voor het gezicht. Sorbet Cream Hydrating van de HEMA. Zalig deze. Ik heb vroeger ooit een van Dove gehad. En als je daar dan in kneep in je tube hoorde, zo'n soort knisperend geluid. En dan kwam er zo'n dik schuimig reinigingsschuim eruit. Eigenlijk een reinigingscreme, wat dan met water lekker gaat schuimen. Die heeft Dove toen jaren geleden veranderd en aangepast. En toen was dat effect weg, voor mijn gevoel. Dus, nou ja, toen heb ik hem eigenlijk niet meer gebruikt. En ik had deze eigenlijk, Amy gebruikt van de Boots, heel graag de groene komkommerlijn. Maar die is gewoon niet in Nederland te krijgen. Die nam ik elke keer mee als ik naar Engeland ging met mijn moeder en mijn zusje. We zouden vorige week? Ja, zouden we ook gaan, een aantal dagen. Maar ja, dat is helaas niet doorgegaan. En dan gingen we met de auto. Dus had ik heel veel kunnen inslaan. Jammer. Maar in ieder geval, haar huid reageert heel goed op die lijn. Maar dat is dus niet in Nederland. Krijgen ook niet te bestellen bij Boots zelf. Dus dat is lastig. Dus ik ben op zoek gegaan naar vergelijkbare producten met komkommer erin. Want die lijn is een komkommerlijn. En toen zag ik dat de HEMA een lijn heeft met komkommer. En waaronder de Sorbet Cream, maar ook een gel. En voor Amy, haar huid is een gel beter. Want zij is nog vrij jong en nou ja, met onzuiverheden. Dus ik dacht, dan neem ik deze en hij is echt geweldig. Dus als er een actie komt, niet dat die heel erg duur is hoor. Maar als er een actie komt, dan ga ik hem wel weer bestellen. Dus zeker een aanrader. Als je van dikke reinigingscremes houdt. Dan heb ik hier nog een shampoo. Aloe Vera Repair met avocado en aloe vera. Ja, ik vind Andrillon shampoos prima. Ik heb gewoon dom haar. Het is heel sluik. Mijn pony heb ik hier een gekke kruif, wat altijd raar. Dus ik ben ook niet iemand die onwijs gaat feunen of met steltang in de weer gaat. Ik ben gewoon heel makkelijk met mijn haar. Dus ik hou ook gewoon van een makkelijke shampoo. Ik stel niet zulke hoge eisen aan een shampoo. Een foundation is opgegaan. De Rimmel Lasting Finish 25 uur Wit Comfort Serum SPF 20. Mondvol. Dit is op dit moment eigenlijk de foundation die ik gebruik. Ik vind hem goed. Oké, maar ik vind hem niet top. Ik ben nog steeds eigenlijk op zoek naar gewoon de beste foundation voor mijn huid. Nou weet ik dat er een van Lancôme is die heel goed of heel mooi is. Maar ja, die is natuurlijk ook al meteen een stukje duurder. En dat is alweer een paar jaar geleden dat ik die heb gebruikt. Dus ik zal misschien wel weer een andere kleur nodig hebben of zo. Dus ooit, als ik weer tijd heb en zin heb, dan ga ik een keer naar een Douglas of een Isperine. Ga ik een keer weer eventjes op foundation jacht. Maar voor nu vind ik deze wel oké. Maar hij is dus op, maar ik heb er 2 gekocht ooit met een 1+1 gratis actie. Een serum van Sukin Purely Ageless Hydration Elixir. Heb ik ooit een keer voor mijn blog gekregen en die is op. En dat vond ik eigenlijk best wel een lekker serum. Hij rook een beetje aardig, zeg ik dat? Kruidig? Nou ja, kruidig vind ik vaak wel lekker. Ik vond de geur wat minder naarmate ik hem langer gebruikte.
Maar ik vond hem wel heel erg prettig. Ik deed hem eigenlijk zowel 's ochtends als 's avonds onder mijn huisverzorging. Hij trok snel in, ondanks dat het een soort van oliebasis was. Maar ik vond hem eigenlijk wel heel erg prima. Ik heb er nu eentje van de Douglas van dat merk. Ja, ik ben even het merk kwijt. Witte verpakkingen, niet zo heel erg duur. Maar die plakt een beetje. Dus als ik hem aanbreng, plakken mijn handen daarna. En dat vind ik eigenlijk niet zo prettig. Ik moet altijd daarna dan weer mijn handen wassen. Maar ja, op mijn huid doet hij prima. Dus ik gebruik hem verder wel. Maar ik vond deze dan eigenlijk wel wat prettiger. Een dagcreme is opgegaan. Vitamin E Skincare SPF 15. Van een supermarkt of een drogisterij uit Engeland. De Superdrug. En volgens mij is dit zo'n huismerk. Maar ik zie het er alleen niet op staan. Maar ja, dit is een lijn van hun huismerk. Een beetje haverachtige lijn volgens mij. Ja, heerlijk. Mijn moeder en mijn zusje en ik hebben tijdens onze laatste Engeland trip van deze lijn flink ingeslagen. Want het was en heel goedkoop en er liep een actie. We hebben serums, oogcremes, dag-nachtcremes, reiniging, alles ingeslagen. Maar ja, de dagcreme is nu inmiddels op. Dus die, helaas pindakaas. Als we in november kunnen, want dat is de eerstvolgende trip die vaststaat, dan ga ik 3 extra koffers inboeken. Want ik heb echt, ik moet dan weer alles aanvullen. Een poeder van Catrice, de All Matte. Nou ja, zo'n wittige poeder die ik altijd na mijn foundation doe. Ik heb nu weer een van Essence. Die koop ik eigenlijk altijd heel basic en goedkoop. Het enige nadeel is dat altijd bij mij het dekseltje op een gegeven moment afbreekt. En dan is het erg lastig om hem nog heel te houden. Je ziet dat er ook nog wel wat in zit. Maar het begon nu allemaal te brokkelen. Dus het was tijd voor een nieuwe. En dan is het een voordeel dat ze zo goedkoop zijn. Want dan koop je gewoon een nieuwe. Ja, en nu komen we bij wat producten die nou ja, niet meer zo lekker roken. En daar kom je dus achter als je gaat inpakken en verhuizen en weet ik wat. Heel jammer, want er zitten 2 bij, nou eigenlijk allemaal. Het zijn, even kijken hoor, die was wel leeg. 3 Body Shop Body Butters. Ik heb ze dus waarschijnlijk toen ik ze kocht open gehad. Geroken, dicht gedaan. Dan is er toch zuurstof bijgekomen. En dan, nou ja, dan ruiken ze gewoon zuur. De British Rose en 2 keer de Fuji Green Tea. En dat vind ik zo jammer, want die vind ik echt zo ontzettend lekker. Zeker zomers. Ik heb het nog even geprobeerd om te smeren, maar het stinkt. Dus helaas. Ik moet gewoon van bodyproducten niet een mega voorraad hebben, blijkt. Want ik heb ook wel eens periodes, dan vergeet ik het een tijdje. En dan zie je, dan gaat het niet goed. Eentje die ik wel heb opgemaakt is de Cactus Blossom. Tadaa. Oh, die ruikt zo lekker. Ik ben nu met dezelfde geur de gel substantie bezig. Die is bijna op, dus die zal in de volgende video wel tevoorschijn komen. Volgens mij was dit de limited edition van vorig jaar. Ik krijg ook best wel veel vragen van, kan je weer eens een body shop haul doen? Ik beloof, zeker nu ik weet dat mijn stash, mijn voorraad, aardig aan het slinken is. En ook, nou ja, best wel veel dus over datum is. Dat bij de volgende sale, dat is denk ik in juni, eind juni, ik weer een bestelling zal doen. En dat weer zal filmen als, nou ja, als een nieuwe body shop haul. Laatste wat in de stoffige mand zit, is ook iets wat niet meer oké was. Omdat ik deze weer vond achter datzelfde mandje waar ik de scrub ook vond. Het Good Night Gel Mask van Douglas Aquafocus, Swiss Glacier Water en Prickly Pear. Ja, een heerlijk masker voor een vochtarme huid. Toen ik hem destijds voor mijn blog reviewde, heb ik hem ook geroken en gevoeld. En ik vond hem echt heerlijk. Nou ja, een paar keer gebruikt en hij is ergens achter beland. Dat krijg je als je te veel spullen ergens inpropt. En nu ruikt hij niet meer fris. Dus het is niet meer echt freshly feeling wat je erbij zou krijgen, want het ruikt niet meer fris. Dus helaas, die gaat ook weg. Nou, het is niet een mega volle, bomvolle mand, zeg maar, geworden voor een maand. Maar eigenlijk heb ik genoeg, denk ik, nu laten zien van producten die op zijn gegaan of weggaan. Dus dit ga ik weer deponeren in de afvalbak. En ik ga weer braaf een nieuwe lege mand vullen de komende weken. Zodat ik weer regelmatig een opgemaakt video kan plaatsen voor jullie. En dus zoals beloofd bij de volgende Body Shop sale zal ik een haul doen. Dus dan zal ik wel weer even mijn voorraad goed nalopen. Dat ik geen dingen koop waar ik dus over een paar maanden weer hier nou ja, het erin kan gooien omdat het niet meer lekker ruikt. Maar dat is voor
toekomst. Oké? Ik hoop dat jullie het leuk vonden, deze opgemaakt video. En ik beloof dus bij deze, er komen er wel weer aan. Maar het is even afhankelijk van hoe de verhuizing gaat lopen, wanneer dat weer is. Maar houd het kanaal gewoon in de gaten en je ziet wel weer één verschijnen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!